Een krijgsstrijder in deze tijd is volgens mij iemand die staat voor wie die werkelijk is. En van agressie creativiteit of liefde maakt. In de bossen van Zeist wordt training gegeven in de Indonesische krijgskunst Penjak Silat. De Indonesische immigranten hebben deze vorm van krijgskunst naar Nederland gebracht. Penjak staat voor de beweging, de dans zelf. En de Silat is eigenlijk de invulling, de binnenkant ervan. Dus vooral de draai die wij steeds maken, die draai heeft een meditatieve werking. Je blijft stil in je as en je genereert energie. De energie laat je accu'tje mee op. En door die accu op te laden word je wakker. Nou, het werd ook wel gebruikt om te overleven. In een gevecht kon je het gebruiken. Dus het is ook heel vernuftig en heel effectief. Nou, daar zijn wij al lang niet meer mee bezig. Ik hoef niet meer over mijn schouder te kijken van komt er iemand mij aanvallen? Dus het is een prachtige manier om eigenlijk bewust te worden. En dat deden ze daar natuurlijk ook. In vergelijking met de rest van Europa is deze vorm van kunst in Nederland populair. Elk gevecht begint met een groet, de hoornmat. Dat is een teken van respect naar jezelf en naar de wereld om je heen, naar alles wat leeft. Dus dat is mijn filosofie erachter. Het is ook een beweging die komt uit het hart. Je maakt een beweging uit het hart. Je wordt stil, je opent je voor boven, je verbindt je met beneden. En op een gegeven moment wordt er gezegd, pasang rechts, dat betekent houding rechts. Dan weet iedereen van, er wordt ook een boeka weer gevraagd. En die boeka is weer die opening naar elkaar. En dan sluit je af. Je bedankt elkaar altijd netjes. In het vrije gevecht mag in principe alles. Alleen wij timen. Je timet je trap, je timet je stoot. Zodat je de ander niet zwaar blesseert. En ik vind dat altijd nog een kunst. Als je het voor elkaar krijgt om zachtjes iemand te raken terwijl je vol in snelheid bent. En dus aan kan geven van, hé, hier had je een gat laten vallen, want je dekking was er niet. Dan vind ik dat een enorme kracht. Als je de bewegingen van Penjak Silat kent, is het een soort van tweede natuur. Daarom traint Heindijk ook graag in het donker. In het donker krijgt het toch een mystiek tintje. En dat heeft puur met te maken dat je je bewegingen zelf niet meer ziet en dat je ze gaat voelen. En het voelen geeft toch een meerwaarde aan de beweging. Het bezielt het meer.